Ja, goedenavond mensen hier op dit net. Programma Over de Grens. Dit is eerste jaargang, tweede aflevering. En we hebben diverse onderwerpen in dit programma.
Liefst drietal met wat gasten. We gaan het hebben over de Steengroeven Theater. Dat is het laatste onderwerp om rond 20:30 een gesprek met Henry Heereman. We gaan het hebben over het hergebruik van monumenten, verpauperde boerderijen, de erfgoednota met wethouder Henk Rijks, Jos Wessels en Henk Meerdink. Dat zijn lokale politici uit de gemeente Alten. En het eerste onderwerp dat gaat dan over de culturele toeristische parels, wat ik het maar noem, met Philharmondiaan Judith Cadé, Lisa Halleriet van Escape Room Winterswijk, Sylvia Heijnen van de Koppelkerk in Bredevoort en Corine Entlich van Kultstad Vreden. Ja, als we over geschiedenis hebben, dan kunnen we altijd terugkijken of kijken naar het heden. Maar het is eigenlijk al 100 jaar geleden dat wij bijvoorbeeld in België toch een hele zware traumatische ontwikkeling hebben meegemaakt. Want het is eigenlijk 100 jaar geleden dat we bijvoorbeeld de tweede slag van Meersen hadden, de kleinste stad bij België, bij Ieper. Op 7 juni 1917, anderhalf jaar graven onder de stelling van de Duitsers, hebben ze liefst 19 mijnen laten exploderen. In totaal is er zo'n 430.000 kilogram explosieven is de lucht ingegaan. De schok was zo voelbaar als een aardbeving tot in Parijs. En de knal die was te horen in Londen. Daarop aanvallen van de Britten en Australiërs. En de verovering van de heuvel bij Meersen bij Ieper. De slag die duurde tot 14 juni 1917. Gevolgd door een aantal 25.000 Duitse militairen. En aan Britse zijde 17.000 soldaten. En de terreinwinst was maar 7 kilometer. En dat was allemaal zo'n 100 jaar geleden. Al zulke dingen die zijn, kun je allemaal vinden in Vlaanderen. Waar veel musea daarover te vinden zijn. Over die slag. Over de grote oorlog in België. Wat later ook de inleiding is geweest voor onze Tweede Oorlog. En zo heeft elke plaats haar geschiedenis. Want ook in Bocholt op 2 juli... komt de nieuwe expositie Rijf vuur die Insel in de weverij in Textielmuseum Bocholt. Dat wordt op zondag 2 juli geopend. En daar is een zeer interessante expositie waar het gaat over diverse eilanden waar de Duitsers nogal wat affiniteit mee hebben. Dat gaat over de eilanden Zilt tegen de Deense grens, Hiddenzee. Zeer bekend destijds tijdens de tijd van de DDR. En Mallorca, het wordt wel min of meer de bondstaat genoemd van de Duitsers, waar zo'n bijna 10 miljoen Duitse toeristen daar jaarlijks heen gaan om dat eiland te bevolken. Het is een heel interessante expositie. Rijfvuur die Insel in de weverij in Bocholt. En dat wordt op 2 juli geopend. Dan over de eigen grens. En daar hebben we ook sinds kort een uniek pad. Is er een wandelpad is er geopend. Vanuit Bredevoort en in de omgeving van Misten. Dat is het lopen door het cultuurlandschap, het nationaal landschap Winterswijk. En als we over onze cultuur hebben, over onze omgeving, dan zijn er ook andere musea te bezoeken die ook wel de moeite waard zijn. Maar we hebben het vandaag beperkt tot 4, noem ik het maar, toeristische parels. Dat is de Villa Mondriaan in Winterswijk. En naast me zit Judy Cadé. Als we terugkijken naar Villa Mondriaan. Het is door prinses Beatrix geopend. Ik moet dat even herstellen. Hoe is dat allemaal gegaan eigenlijk? Want het was een hele happening. Dat is een paar jaar terug. Ja, dat klopt. Dat is in 2013 geweest dat Villa Mondriaan is geopend. Ja. Het pand van waar Piet Mondriaan in heeft gewoond, dus de villa op Zonnebrink 4 in Winterswijk, is ja, de locatie waar Piet Mondriaan is opgegroeid. Elisabeth Nijhuis heeft toen op een gegeven moment dat pand gekocht. En zij heeft toen Wim van Krimpen benaderd. Ja. Toen de directeur van het gemeentemuseum in Den Haag. En zij had de grootste collectie Mondriaans ter wereld. En echt een
prachtige band met Mondriaan als kunstenaar. Ja. En Wim van Krimpen zag hier eigenlijk wel een bijzonder concept liggen. En die heeft toen besloten dat daar een mooi museum kon komen. En heeft eigenlijk bijna een half jaar heeft hij dat gerealiseerd. Ja. Dus toen heeft hij inderdaad ervoor gezorgd ook dat het museum geopend werd door prinses Beatrix. Dat was de eerste handeling die ze deed als prinses. Ja, dat was natuurlijk ook heel bijzonder. En ik denk ook wel voor Winterswijk. Dat was toen een zonnige dag, weet ik nog, op 21 mei 2013. Het ligt net Koninginnedag. Ja, dan de prinses weer. Ik mis alleen nog de vlaggetjes, maar... Ja, het was een bijzondere, ja. bijzondere dag ook. En ik hoor nog steeds inderdaad dagelijkse verhalen over de opening. Het is heel bijzonder. Ik heb het helaas zelf niet meegemaakt, maar veel goeds erover gehoord. Ja, we hebben daar beelden toen van gemaakt. Ik weet of er wat beelden van Villa Mondriaan worden getoond. Want jullie houden er ook nog wel... open activiteiten. Jullie belichten bijvoorbeeld ook de toegang van de Jacobskerk, hè? Ja, dat klopt. Ja, we vinden het belangrijk dat Villa Mondriaan is over de jaren geliefd geworden in heel Nederland. Maar we vinden het ook belangrijk dat er voor de Winterswijkers nog veel te doen en te zien is. Dus onder meer wat we doen is het verlichten van de Jacobskerk, vaak tijdens Pietersjarig, ons festival, voor de verjaardag van Piet Mondriaan. En dat is altijd op? Mondriaan is geboren op 7 maart, dus rond dat weekend vieren we dat altijd. Dat is ook het eerste weekend dat we weer meerdere dagen open gaan, dus dat is altijd een mooi startschot. Ja. Je houdt ook workshops voor kinderen? Ook, onder meer. Ja, we hebben een heel uitgebreid educatief programma. Ja. Dus eigenlijk voor alle leeftijden is er iets op educatief gebied te doen. En we zitten dit jaar, hebben ontzettend veel educatieve bezoeken gehad. Dus ook inderdaad workshops, bijvoorbeeld op de Koopstrandagen onder meer. Dat zijn leuke dingen voor ons om het museum voor open te stellen. Ja, jullie timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg, want Winterswijk wordt ook al opgesierd met spandoeken. Ja. Geen protestspandoeken, maar culturele spandoeken. Ja, dat is toch mooi? Ja. Ja, wat er heel bijzonder is op dit moment, is er een themajaar. 100 jaar de stijl van Mondriaan tot Dutch Design, omdat 100 jaar geleden is dat de stijl is opgericht. Ja. En er wordt eigenlijk overal in Nederland gevierd met allerlei culturele partijen die erbij betrokken zijn. En Winterswijk doet er ook aan mee. Je ziet het overal in Den Haag, zie je heel grote city dressing. Is dat ook al bekend? Ja, absoluut. Ja, en daar begon, vooral in Den Haag begon dat eigenlijk ook met alle spandoeken en gebouwen in Mondriaans stijl. Nou, Utrecht en Amersfoort namen het over en Winterswijk keek ook en zag dat is mooi, dat kunnen wij ook. Ja. En nu hebben we inderdaad met behulp van de gemeente en allerlei andere partijen hebben we de stad in Mondriaanstijl versierd. Daar zijn we heel blij mee. Duitsers, Duitse contacten. Want je hebt dat museum in meer talen, Nederlands, Engels ook. Ja, ook. En Duits? Ja, absoluut. Ja. En hoe zit het dan met het Ruhrgebied? Want dat ligt net om de hoek. Ik heb begrepen dat de Duitsers ook... Absoluut, ja. De vuurhaam voor die kunst. Ja, zie je. We hebben absoluut veel Duitse bezoekers. Ik denk dat we toch veel toeristen ook in Winterswijk hebben. Zeker op zaterdag hoor je natuurlijk overal Duits. Ja. En veel van die toeristen komen. Ja, maar die komen voor die keers uit Holland en natuurlijk de bakvis. Ook wel voor Villa Mondriaan, hoor. Ja, toch? Ik denk toch wel dat 20-30% van de bezoekers Duits is. Ligt natuurlijk aan de tentoonstelling. Dus we zien zeker... heel veel potentie ook in het Duitse achterland. En we proberen daar in onze programmering ook zeker rekening mee te houden. We hebben in 2015 een tentoonstelling gedaan over Emil Nolde. Daar hebben we met een Duitse instelling, de Nolde Stiftung, hebben samengewerkt. En dat was ontzettend populair, ook zeker onder de Duitse bezoekers. Dus dat zijn altijd mooie dingen waar we ook naar kijken om dat vaker te doen. Ja. Je zit in feite in oude gebouwen. Hè? Het ene deel is een voormalige winkel op die hoek. Wat is dat? Meddelsestraat? Raadhuisstraat. En aan de andere kant heb je dan het oude villa-pand. Ja. Is dat goed te doen? Want je moet behoorlijk dat inpassen. Hè? Je moet het verbouwen. Je hebt daar een verbinding aangebracht met het ene pand met het andere. Ja. Ja, ik denk dat is natuurlijk de kern geweest voor de musea. Of in ieder geval het museum. Die twee panden die moesten aan elkaar verbonden worden. Dus je hebt inderdaad twee verschillende panden. Maar je begint juist in het andere pand waar je echte Mondriaans ook kunt zien. En dan wanneer je de villa van Mondriaan ingaat waar die echt heeft gewoond, krijg je ook weer een beetje een andere beleving. Met ook veel hedendaagse kunst onder meer. Dus ik denk dat het op een hele mooie manier bij elkaar betrokken is. Ja, nou als we iets verder kijken, dan komen we bij jou terecht. Maar jij hebt ook iets met Mondriaan. Dat is iets 100 meter verder aan de naam van Heelblik. Het voormalige fabriekscomplex van de Tunte. Je hebt het sinds kort geopend. Dat was nog dit jaar, hè? Ja, zeker. 24 maart, volgens mij, zo uit mijn hoofd. Nee, 12 april heb ik hier. Oh ja. Ja, dat klopt. Ja, dat dit jaar. Ja, dat is een redelijk chaotisch. Maar bij Morse Poort inderdaad, bij de oude Tuntehallen, daar...
is ook een escape room gevestigd. Nu nog eentje, straks twee. En die eerste die staat volledig in het teken van het leven van, van het leven van Mondriaan. Is dat doorbeduurd met de Villa Mondriaan? Ja, we hebben heel goed contact, Judith en ik. Ik ben het, ze was ook bij de opening? Ja, zeker. Die was er zeker bij. Ja. We hebben het samen geopend. En misschien dat we daar beelden nog van zien, Freek. Want daar zijn wat beelden van. Ga maar door. Ja, dat klopt. En vorig jaar is het idee eigenlijk ontstaan aan van een lunch met een vriendin van mij. Die zei van ja, volgend jaar is dus het jaar van Mondriaan, het jaar van de stijl. Toen dacht ik meteen van daar moet ik wat mee doen. Ja. Dat is hem weer. Ja, dat is escape. Daar moet ik wat mee doen. En toen eerst Anne Kremers toen het uit benaderd. En die was eigenlijk direct enthousiast. En gelukkig pakte Judith het ook positief op. En hebben we eigenlijk een hele goede samenwerking. Tot een hele mooie, gave escape room. Mensen gaan daarin. Dus ik neem aan dat ze er ook nog uitkomen. Want ze moeten opdracht doen. En dan nee, ze hebben uurtjes, worden opgesloten. Ja. Dat is ook een beetje het idee van een escape room. Je laat je opsluiten met een groep mensen. Ja. Met vrienden, familie, collega's, noem maar op. En dan moet je eigenlijk binnen een uur uit die ruimte zien te ontsnappen. Door middel van het oplossen van puzzels, raadsels, dingen die je vindt. Ja. Echt een leuke activiteit voor 10 minuten. En er zijn meer ruimtes. Want de eerste ruimte is oude woonkamer van de schilder Piet Mondriaan. Klopt. Met een zicht op de kerk, met die boom. Ja, ja. En daar moet je dan een uur, of binnen een uur moet je dan. Ja, dat is natuurlijk. En daar ga je dan de andere ruimte of ga je daar. Of was het al? Nou ja, dat is dus het lastige aan een escape room. Mensen gaan daarin zonder dat ze weten wat ze te wachten staat. Dus daar kunnen we eigenlijk niet veel over vertellen. Maar hoeveel ruimtes zijn het dan? Kan ik ook niks over zeggen. Helaas. Dus, als je 14 ruimtes hebt, zit je er 14 uur daar. Nee, je zit een uur lang in de escape room. Ja. Maar hoe de escape room er van binnen uitziet, dat is een mysterie. Ja, ik denk dat een aantal die er al in hebben gezeten niet al lang weten. Ja, inderdaad. Denk ik. Heb je al veel bezoekers gehad? Ja, ik ben echt onder de indruk. Het is echt boven verwachting eigenlijk. In eerste instantie was ik heel erg bang dat juist de wat jongere doelgroep die ik normaal aangespreek met de escape room, dat die door het thema Mondriaan juist zou denken van misschien toch een beetje stoffig. En dat is natuurlijk absoluut niet zo, want we hebben juist geprobeerd om dat er volledig af te halen door er een escape room van te bouwen. Maar eigenlijk is het juist een extra doelgroep van museumbezoekers die we erbij krijgen en die doorgestuurd worden vanuit Judith en vanuit vrijwilligers. En blijft ook de jongere generatie nog steeds komen. En gelukkig vindt iedereen het echt heel erg leuk. En die reclame doe je ook samen? Want jullie hebben de opening ook samen gedaan. Ja, we hebben gewoon een hele goede samenwerking. Kijk, mensen kunnen ook arrangementen boeken. Ja. Mochten ze ook interesse hebben in het museum. Dan kunnen ze eerst de escape room doen. En dan naar het museum of vice versa. En dat is gewoon... het gaat eigenlijk heel goed zoals het nu gaat, hè? Ja, en het is voor ons ook een leuke manier om... de Villa Mondriaan bezoeker op een heel relaxte en leuke en speelse wijze Mondriaan te ervaren. Het is vooral een ervaring en je hoeft niet zoveel te leren, maar het is wel, je komt wel goed in aanraking met Mondriaan. Iets neerzetten, iets ophangen met tekst, dat werkt niet meer. Hè? Je moet wat beleven. Nou ja, bij ons werkt het nog steeds. Ja, in het museum, bij jullie wel, maar jullie werken wel met veel moderne media. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, er moet wel op verschillende manieren van informatie. Ja, en dat heeft hij daar heel sterk. Ja, en bij jullie gaat het natuurlijk met name om zijn kunst. In de escape room leggen we echt de focus op zijn leven. Dus mensen die totaal niks van Mondriaan afweten, zullen ook niet merken dat het over hem gaat. In grote lijnen. Mensen die het wel hebben, zullen heel veel dingen herkennen. Maar uiteindelijk het thema is het mysterie van Mondriaan. En dat is een fictief mysterie. En in dat uur gaan mensen eigenlijk op zoek naar het antwoord op dat mysterie. Dus het is heel, we proberen het juist ook aantrekkelijk te maken voor mensen die normaal gesproken geen interesse in kunst hebben. En hopen we eigenlijk dat ze over een jaar misschien ergens iets lezen. Dat ze denken, hé, maar... Dat wist ik al. Hoe dan? Ja. Maar je had nog wat in de planning, een tweede escape room Ja, ik ben heel project, bang dat ik me ga vervelen. Maar dus krijgen we nu de primeur. Ja, nou, die mag je inderdaad wel hebben. Dat is allemaal nog niet officieel op Facebook bekend. Nee, maar vertel gemaakt. Maar. Maar we zijn inmiddels al heel erg druk bezig met de tweede escape room. Die ziet er naar uit dat die ook op korte termijn klaar zal zijn. En het thema daarvan zal rondom een uit de hand gelopen vrijgezellenfeest zijn. Dus dan kun je het zelf invullen. Maar dat gaat een heel andere escape room worden dan wat we nu hebben. Dat wordt een hele moeilijke opdrachten. Ja, of juist niet, maar net hoe je het bekijkt. Hè? Ja. Nee, het wordt gewoon een... Ik probeer eigenlijk elke escape room die ik bouw gewoon... het verhaal moet goed zijn, de puzzel moet goed zijn. Het moet gewoon een totaal pakket zijn eigenlijk wat je krijgt. En dat is vanaf het moment dat mensen binnenkomen en in ontvangstruimte wat lekker kunnen drinken, tot het moment dat ze weer naar buiten gaan. En dat moet gewoon kloppen. Ja, we gaan naar Bredevoort. De Koppelkerk, voormalige gereformeerde kerk. Ik weet nog wel dat al die zitbankjes waren en dergelijke, tot geloof 2015. Die hebben er allemaal uitgesloopt, verbouwd. Iets eerder al. Eerder al.
Klopt, ja. En er zijn ook nog woningen daaromheen gebouwd. Dus een heel ensemble, kun je het eigenlijk wel noemen, van gebeuren daar in die hoek. Je heeft dat omgebouwd tot een multifunctioneel gebouw. Vrijplaats voor kunst en cultuur. Zeker, ja. Het is echt een culturele vrijplaats geworden. Helaas door het terugloop van kerkgangers moest de koppelkerk worden afgestoten door de kerkgemeenschap. De gereformeerden zijn samengegaan met de hervormden in de Joriskerk in Bredevoort. En toen kwam de koppelkerk leeg te staan voor de verkoop. Ja. Kerkgangers waren best wel bang wat er van zou komen. Want het was wel hun geliefde gebouw al die tijd geweest. Ja. En zijn uiteindelijk gelukkig heel blij met de publieke bestemming die het nu weer gekregen heeft. En nu dus als vrijplaats voor kunst en cultuur. Ja. En daar komen eigenlijk alle vormen van cultuur samen. Dus exposities, concerten, debatavonden, lezingen, workshops, noem maar op. Eigenlijk alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. Dat is heel breed terrein eigenlijk, hè? Ja, en daarom... Het is niet alleen maar schilderwerk, maar de ene keer dan hangen er allemaal schilderingen op pentekening. Misschien dat Frik dat kan laten zien. Hier zien we de koppelkerk, daar gaat dan over die Chinees die laatst daar sporen heeft achtergelaten. Ja, zelfs maar in China zijn we wel bekend. Ja, ja, die komen allemaal nog naar Bredevoort, net als in Giethoorn. Nou ja, het zou zoveel kunnen. Mensen zou kunnen. De toeristische flyer van Bredevoort is wel een Chinees vertaald. Ja, dat weet ik. Dus, ja. Laat ze maar komen. Ja. 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 Dus, hoe is dat gegaan? Is dat, want je wil iets meer met China doen, hè? Uitwisseling met China. Ja, klopt. Het is eigenlijk een heel toevallig samenloop van omstandigheden. Want die Chinese kunstenaar die exposeerde, die was van plan een boekenstad naar Bredevoorts model in China op te richten. Ja. En toevallig was hij in de buurt van Middelburg en toen kreeg hij lucht van dat er een nationale boekenstad was in Nederland, namelijk Bredevoort. Dus toen is hij komen kijken en op het dagprogramma stond ook een bezoekje aan de Koppelkerk. Mm. En toen hij in Bredevoort was, werd hij zo verliefd op het stadje Bredevoort dat hij direct aan het tekenen geslagen is. Ja. En toen hij in de Koppelkerk was, toen dacht hij ineens van, ik ga niet alleen een boekenstad in China oprichten, maar al die tekeningen die ik van Bredevoort maak, wil ik ook in Bredevoort exposeren, namelijk in de Koppelkerk. Ja. Toen we dat hoorden, hebben we dat natuurlijk verwelkomd. En komt daar dan vervolg op dat gebeuren? Jazeker. Ja, hij gaat zelf dus nu die boekenstad in China ja, oprichten. Ja, dat snap ik. Maar ga jij iets meer met China doen? Of? Ja, ook. We gaan waarschijnlijk om de zoveel jaar aandacht vestigen op in ieder geval zijn kunst. Hij heeft ook veel werk dus achtergelaten in Bredevoort, wat we zeker ook willen ontsluiten voor het publiek. Dat zijn die mooie pentekeningen. Dat zijn die mooie pentekeningen. Hij heeft ons ook toegezegd dat hij een hele mooie panorama, dus echt een meterslang werk, dat opgerold is in een rol. Ja. Daar wilde hij een panorama van Bredevoort gaan tekenen en dat als een soort cadeau aan ons schenken. Dus daar is hij nu hopelijk druk mee bezig. Daar horen geen windmolens daarnaast te staan, hè? wat mij betreft niet, maar goed, de toekomst, we moeten toch ook over naar groene energie, dus dat is inderdaad een heikele kwestie. Ja. En verder breng je ook nog muzikale bijeenkomsten, of heb je daar ook nog binnenkort of wat? Ja, klopt. Op dus, de Vries die brengt daar binnenkort ook nog een optreden, jaren 60 muziek? Ja, we hebben zowel in het café, want er zit ook een café gevestigd in de Koppelkerk, hebben we kleinere intieme concertjes die heel laagdrempelig zijn. Het is een soort huiskamersetting, dus iedereen kan er lekker gaan zitten. Maar u zei net al, het gebouw is multifunctioneel, dus overdag zijn we museum, maar 's avonds kunnen we alle wanden aan de kant schuiven en het een concertzaal maken. Ja. Dus in de ene maand staat er jazz op het programma, dan hebben we het allemaal met tafeltjes met rode lampjes, een soort van jazzpodium maken we dan van. En de andere maand is het een singer-songwriteravond. Mm-hmm. Dus zowel in de kerkzaal als in het café doen we inderdaad muziek. Ja. Nou, jij hebt ook een heel lichtplan daarvoor gemaakt, hè? Ja, ook dat. Dat ik dat zie. U bedoelt nu met aanlichten van... Ja, hele gebouw. Ja, daar zijn we heel erg mee geholpen als stichting door een medewerker uit Bredevoort, een lichttechnicus, die eigenlijk gewoon zijn hele lichtset aan ons heeft aangeboden voor niks. Dus daar zijn we gewoon heel erg blij mee, dat we zo van alle kanten eigenlijk geholpen worden, ook door de gemeenschap. Illustreert misschien ook wel hoe blij mensen zijn met wat we doen, hoop ik. Dus, Heb je nog toekomstplannen? Tuurlijk, toekomstplannen altijd. Je bent net begonnen, weet ik wel. Maar. Ja, anderhalf jaar, maar zeker. Ja. Ja. Toevallig is nu onze kunstgroep op weg naar Lübeck in Duitsland. Want we gaan als primeur in Nederland de kunst van Günter Grass exposeren. Ja. Wij kennen in Nederland Günter Grass vooral als schrijver, maar hij is ook beeldend kunstenaar. En dat weten heel veel Nederlanders niet. Hmm. Duitsers wel. Ja. En nu gaan we samen met het Günter Grass House in Lübeck een grote expositie rondom hem maken in het najaar. Ja. En voor de rest, er staan nog heel veel mooie dingen op stapel. Een grote expositie rondom Anton Heijboer volgend jaar. Hmm. Dus we zijn druk bezig met allerlei leuke dingen. Ja. Ze kunnen alles goed verstehen. Ja. Want ze komen uit Lichtingsländer. Ja? Ja? Nee, ze komen uit Duitsland. Ja. En ze hebben gevraagd, kunnen ze dat ze in de Duitse spraken maken?
dat programma over de grenzen heet Über die Grenzen. Genau. Sie sind Frau Endlich von Kult in Stadt Vreden. Das ist ein ganz neues Konzept, museal Konzept da in Vreden. Genau. Es hat ungefähr Bautermin 2 Jahre ungefähr. Ja, richtig. Und de investering was ruim 13 miljoen euro betaald van Stad Vreden en Kreisbaden. En van öffentliche Fördergelder. En LWL had ook nog iets, dat is die Landesverband Westfalen-Lippe. Die had ook dat museum, ook het textielmuseum in Bocholt. Genau. Ja. Kunnen Sie daar iets erläutern, wenn die Bilder daar. We hebben einige Bilder daarvan gemaakt. Daar zien we die ganze. Raum, sehr ganz geräumig. Ja, geht auch, ja, Sie haben ganz viel da gemacht. Was können wir da so sehen? Also das Kult in Vreden ist ein ganz neues Kulturhaus, wo wir ein ganz neues Bildungs- und Lernkonzept uns überlegt haben vom Kreis und Stadt Vreden, also Kreis Borken, Stadt Vreden. Ja. Und zwar gibt es dort Ausstellungen, Museum. Hm. Ja. Die historischen Archive von Kreis und Stadt kommen zusammen. Man kann dort Archivalien forschen. Hm. Wir haben eine Präsenzbibliothek für die Historie vom Achterhuck und vom Westmünsterland. Ja. Und die gesamte Kulturarbeit, die wir leisten. Konzerte, Lesungen, all das findet dort statt. Ja. Sie haben und auch verschiedene Räume dafür. Genau, wir haben für Sonderausstellungen und für Bildung und auch das für Archive. Da können auch Betriebe eine Versammlung organisieren. Genau. Ne? Das ist am Ende der Grundebene ist doch. Genau, das Erdgeschoss ja. Für Tagungen, ja. Für Workshops. Ja. Wir haben eine neue Dauerausstellung und die ist ganz spannend. Deswegen das passt am das ersten Stock. Total, ja. Genau, erstes und zweites. Ja. Und das passt total toll auch in Ihre Sendung, weil wir die Grenze thematisieren. Die Grenze hier zwischen Westmünsterland und dem Achterhuck. Ja. Und zwar den Menschen, Handel und Verkehr, Religion, die Kriege natürlich auch, Missionsstationen. Also all das, was die Grenze hier für den Menschen ausmacht. Und natürlich auch mit dem Blick, dass heute die Grenzen so offen sind. Ja. Deswegen können wir auch sehr einfach mit jemandem wie der Koppelkerk oder Villa Mondrian kooperieren. Also oh, Sie gehen zusammen etwas mehr machen. Genau. Sie sind eigentlich alle hier Perlen, aber wenn man das einmal in Schnur macht, dann haben wir eine schöne Perlenschnur. Genau, und das passt auch alles super. Ja, ja. Ja, genau. Und welchen Gebiet nehmen Sie? Das ist ein Teil der Achterhuck. Genau. Das ist bis Duderum, glaube ich. Ja, genau. Und an der anderen Seite, Deutschland ist bis Bilderbeck, Baumberg. Ja, noch weiter bis Münster, Osnabrück auch noch und bis Essen runter ins Ruhrgebiet. Also so, das ist so ein Kern, weil man muss immer gucken, welche Fragestellung man hat. Wenn man an die Klöster und Stifte damals denkt, dann muss man auch Essen mitdenken. Ja. Oder wenn man an Kleidung und Tracht denkt, dann muss man auch auf der niederländischen Seite auch bis nach Amsterdam gehen, weil man will ja Vielfalt zeigen und auch den Menschen durchaus denen was bieten, womit sie sich identifizieren können. Ja, und was ist der Erfolg? Sie haben die Öffnung am 13. Juli, das für genau. Die eine Einladung für die Beamten oder die Politiker. Genau, für die Geldgeber. Und die Geldgeber natürlich. Ja, genau, ganz wichtig. Ja, Kreis Borken zum Beispiel. Genau. Und am 15. Juli, da fängt die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen an. Genau. Und dann haben Sie den ersten offenen Tag. Genau. Für die Besucher. Richtig. Eintritt frei, kostet nichts. Oh, das ist toll. Für Holländer ist das sehr interessant. Ja. Genau. Und dann können Sie das angucken. Genau. Es gibt zur Dauerausstellung einen Audioguide zum Mitnehmen. Es gibt Führungen. Wir machen im Laufe der Zeit, werden wir Workshops anbieten für Schulklassen, für Kindergärten. Ja, also all das. Ja. Genau. Da steht mir einer etwas zu sagen, dass eben eine Pause machen. Wir kommen jetzt mit Werbung und dann Musik aus Alten, Gitarrist Leonie Scholten. We'll be right back.
done done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I felt it. Ik heb hem er goed in zitten. Ja, ik had hem er al goed in zitten. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I felt right through the cracks, but now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. It's nothing's gonna stop me but divine intervention. Reckon it against my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and tell me you're free. I look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. There's no need to complicate. Our time is short. This is our faith. I'm yours. Open up your time, see like me. Open up your plans and tell me you're free. Look into your heart and you'll find the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our faith. I'm yours. Nou, dat was Leonie Scholten. Applaus voor haar. En zij komt uit Alten. Nog even zo'n kort, nog kleine enige minuten. Ze komen ook nog met zonder uitstelling daar met. Hebben ze nog een thema wat jetzt nog komt? Also wir fangen im August, Ende August, mit einer Ausstellung an, die auch vom Landesverband Westfalen-Lippe konzipiert wurde, Mein grünes Land. Das ist sozusagen, die umfasst den Naturraum und Kulturraum rund um das Münsterland. Ja. Nimmt die Menschen mal auf, zeigt, was ist so charakteristisch, was ist Identität. Dann zeigen wir ab November über den Jahreswechsel eine Ausstellung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die sich mit Konsumverhalten von Jugendlichen beschäftigt. Ja. Ernährung, Fairtrade, also wirklich mal guckt, was kann man aus einer alten Jeans alles noch machen. So, da wollen wir auch Workshops geben. Ja. Und dann wollen wir natürlich ab 2018 auch Ausstellungsthemen selber machen. Bisschen sozial, gesellschaftskritisch. Meine Idee ist eine Ausstellung zum Thema Glück. Was ist Glück für den einzelnen Menschen, was ist Glück in der Kunst? Ja, all sowas. Ja, was ist Glück mit Pippi Mondrian? Was ist Ihr Glück? Ja. Ja? Oder nee? Ja. 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 Viele Besucher in jedem Fall, das wünschen wir uns ja alle. Da kommt neben der Kulte, das Museum, kommt auch noch das Fremdenbüro.
Genau. Der geht da auch das hin. Stadtmarketing, der Stadtmarketing, Stadt ja. Genau. Und da kommt auch noch, die Bücherei ist daneben an. Ist nebenan, genau. Und dann kommt noch neben die Sonderausstellung auch noch Räume für. Nach der Sonderausstellung kommen da auch noch Dokumente für Bildung. Kommt da auch genau, noch etwas, okay? Archivräume. Archivräume. Und dus da kann man auch gucken, was alles. Genau, das gibt es nachher auch die online. Geschichte. Genau, ja. Das kann man auch online alles nachblättern. Unsere Sammlung aus dem Museum, den Buchbestand aus der Bibliothek, die Archive, das wird alles einen Online-Pool geben, ja. Weil auch Menschen, die überregional forschen wollen, nicht alle zu uns kommen können. Ja, das ist ein sehr großer Aufwand. Ja. Was erwarten Sie eigentlich? Ich finde das ganz groß für eine Stadt Vreden. Ist es wenn ich so auch? Etwas sehe, das sehe ich nur im Ruhrgebiet. Ja. So groß. Ist richtig, genau. Ja, aber das warum für 13,5 Millionen ist da investiert. Ja, aber warum nicht auch an kleinen Orten groß denken? Das dann denkt man an Besucherzahl ungefähr von 50.000 pro Jahr vielleicht. Besucherzahlen sagt man in der Öffentlichkeit allgemein gar nichts drüber, weil ja. Daran wird man gemessen. Ja. Also, wir freuen uns, wenn Menschen uns besuchen und bei uns einen schönen Tag haben. Ja. Wenn die sich erfreuen an dem, was wir machen, wenn die einfach mit der Familie einen schönen Ausflug haben und wenn wir auch überregional gerade auch Menschen aus den Niederlanden gewinnen können, wenn wir neue Kooperationen gewinnen mhm. können, ja. Das ist unser Ziel. Ja. Sie haben das in zweisprachig, Niederländisch ja. und Deutsch. Kommt auch noch Englisch vielleicht noch dabei? Englisch oder? Gibt es als Paper-Format. Paper-Format. Genau, weil gerade die Neubürger, da haben wir viele, für die muss man auch was bieten. Ja, der 13. Juli, der offizielle Eröffnung. Ja. Und 15. Juli. Umsonst, Holländer, nach Herzlich Vreden. Willkommen, genau. Ja. Nou, dan gaan we nog even met de muziek nog even met Leonie Scholt. En dan gaan we over naar erfgoed. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Oh, all my friends are turning green. You're the magician's assistant in her dreams. Oh, they come unstuck, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man, and I love you when you're singing this song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. There's this movie that I think you like, Sky decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, they come unstuck, lady, running down to the riptide. Taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man, and I love you when you're singing this song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Lady, running down to the riptide. Taking away to the dark side. I wanna be your left-hand man, and I love you when you're singing this song. And I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Leonie Scholt naar Dalsen, nog bedankt voor een extra nummer. Zodat we de ronde konden veranderen met drie heren. Drie wijze heren uit in de Altense politiek. Helemaal aan deze kant Henk Rijks, wethouder van namens GB. Jos Wessels, fractievoorzitter. En HNV'er van Henk Meerdy. CDA, ja, CDA, ja. Ja, sorry, CDA. Ja, nee, had ik wat anders gezegd? Nee, je gaat het eerlijk noemen. Oh, CDA Aalten. Om nog helemaal. We hebben het over hergebruik monumenten. Ja, daar is wat te doen,
gaande. Ik weet nog wel, als we nou ook kijken naar Bredevoort, naar die verhaal over die knopenfabriek. En dan kijk ik de wethouder aan. Ja, hoe staat het daarmee eigenlijk? Want dat is een beetje een bindingsverhaal van als het ene niet doorgaat, de ander niet door. Hoe staat het daarmee? Want ik krijg te horen dat, dat de Spaar niet gaat verhuizen naast een Bruin. Ja, er is een tussenstap gemaakt waarbij een deel van het terrein wordt opgeknapt en dat stukje van Bredevoort nu mooier wordt. Dat is aan de Beekenlijn, hè? Dat is dan aan de Beekkant. Dat is ongeveer die 13 woningen, ja, dacht ik, hè? En aan de andere kant, waar die monumentale gevel staat. Ja, misschien kunnen we dan nog wat beelden laten zien, Freek. Daar zal iets in de toekomst, zal daar iets gebeuren. Ja. Alleen nu is het nog niet zover dat een ondernemer bereid is om daar mee aan de slag te gaan en daar iets moois van te maken. Dus zal er een Spaar komen? Maar je kunt wel van alles willen. Ja. Maar als het moment van uitvoering aangebroken is, dan zullen de mensen moeten zijn die daarmee aan de slag gaan. Zijn ze dan niet thuis? En je kunt natuurlijk als gemeente van allerlei plannen hebben en zeggen van op die plek zou iets kunnen. Dus daar de mogelijkheden voor geven. Ja. En dat moet je als gemeente ook doen, dat faciliteren. Ja. En Sylvia Heijnen die heeft daar opgepakt. Ja. En die heeft van die kerk iets moois gemaakt. Ja. En zo zijn er nog meer plekken in de gemeente te bedenken waar echt iets moois gemaakt is. Maar dat zullen dan wel burgers moeten gaan doen. Ja. Want dat is niet aan de gemeente. De gemeente gaat faciliteren. Op het moment dat mensen iets willen op zo'n mooie plek, dan gaan wij kijken, wat kunnen we daar toestaan? Daar zit een cafeetje in en daar zit een zaal in. En dan moet je proberen die exploitatie rond te krijgen. Ja. Nou, dat is op die plek net zo. En er zijn nog meer plekken. Denk aan het Welsker in de Heurne. Oude boerderij. Daar hebben ze over. Als de mensen komen die, die daar iets zelf willen gaan doen. Ja. Want dat is te koop. Ja. Nou, dat komt dus in handen van een particulier of van een investeerder. Ja. En als die daar mooie plannen mee heeft en met plannen bij de wethouder komt,